Justine Audeurs, we zijn hier na België-Portugal. Jij had meer werk vandaag, denk ik, dan je opponenten aan de overkant, hè? Ja, ik denk dat ze kleine kantjes hebben gehad. Een paar schoten op doel, lage ballen. Op zich, ja, ze waren wel binnen het kader, maar niks super, super gevaarlijk. Maar ja, het zijn de kleine kantjes en ik denk dat ik mijn werk goed heb gedaan. Ik had een 0 gehouden tot de 93ste minuut en ja, dan valt een penalty. Ja, wat gebeurt er juist bij die fase? Ja, voorzet komt. Ik tik hem weg bij mijn voet. Hij blijft daar een beetje hangen aan de 5 meter. En ze duwen Davina Filtjes eigenlijk op de bal. En ik weet dat ze op de bal ligt. Ref zegt hens. Ik zeg geen hens. Ja, wie zal het weten? We zullen de beelden opnieuw moeten bekijken. Ja, ze pakt wel de bal helemaal met haar armen. Hè? Helemaal. Ja, kan ik niet zien. Oké, ja, weet je, anders zal het misschien binnen. En nu hebben we nog 50% kans. En we zijn ook niet boos of zo op Davina. Weet je, ze heeft ook alles voor de groep gedaan. En we spelen samen gelijk en we winnen samen, we verliezen samen. Dus alles is in één team. Dus ik ben wel ook trots op het team waar we een 1-1 hebben gespeeld na zo'n moeilijke wedstrijd. Ja. Dan de strafschop zelf. Daar komt Dolores Silva. Je kent die, want je hebt er nog mee samengespeeld in Jena. Hoe was dat? Maar niet veel eigenlijk op zich. Oké, ik wist dat Dori hem ging trappen. Ik zag het. Ik wist niet naar waar ze hem ging trappen. Maar zij is voor mij in deze wedstrijd een speler gelijk een ander. En we hadden 50% kans ieder van ons en zij trapt hem binnen. Dus ja. Nu, volgende dinsdag gaan jullie naar Italië. Dat wordt opnieuw een spannende wedstrijd. Daar moet je al bijna een punt gaan halen nu. Met de situatie na vanavond. Maar die tweede plaats is ook een doel, denk ik. Maar die eerste ook nog altijd, hè? Toch? Tuurlijk, die eerste blijft ons doel. En we zijn nog altijd niet uitgeschakeld voor die eerste plaats. We blijven daarvoor vechten, elke wedstrijd opnieuw. En ja, wij kunnen een punt pakken, zelfs 3 punten in Italië. Als we ons spel brengen en weer vechten voor elkaar en geloven er dat wij kunnen winnen. En dan is Italië zeker te pakken. Ja, oké. En voor jou in Duitsland, hoe loopt het daar nu op dit moment? Ja, iets minder, maar dat gaat er eigenlijk. Ik ben hier nu bij de Nationaal Ploeg, dus ik haak af wat er in Duitsland gebeurt. En ik concentreer mij vol op de Nationaal Ploeg en dat doet me goed. Ja, oké. Ik dank je. Veel succes voor het vervolg. Dank je wel.